In deze trainingsvideo ontdek je in een paar uur of je van dit muziekschrift fijner speelt dan van het bekende notenschrift. De muziek is namelijk zo voor de hand liggend genoteerd dat tijdrovend gepuzzel is uitgesloten. Heb je in het traditionele schrift hier bijvoorbeeld moeite mee? Of met dit? Of dit? Geloof het of niet, maar halverwege deze training kan je echt elke toets meteen aanwijzen. Nee, meteen vlot en goed spelen, dat kan niet. Daar is ook les voor nodig. Maar snel de juiste toetsen vinden, is dan wel de eerste voorwaarde. En daardoor ga je nu ook die muziek instuderen die in het notenschrift te moeilijk is. Nee, niet in een versimpelde versie, maar helemaal origineel. Lessen nemen bij een docent of samen spelen met traditionele notenlezers gaat echt moeiteloos. Nou, verdeel deze training van een paar uur over een paar dagen en het zal jou en anderen enorm verrassen. Muziek speel je of uit het hoofd of van noten die op horizontale lijnen staan. En, dat weet je waarschijnlijk wel, die lees je van links naar rechts. Maar in dit andere muziekschrift lees je de noten van boven naar beneden. Dat is even wennen, maar wel erg praktisch. Want de zwarte lijnen zijn de boventoetsen en de witte toetsen liggen er dus tussen. De twee verticaal gestreepte lijnen markeren het midden van je klavier en op en tussen de lijnen staan nu de noten die je moet spelen. Zwarte noten op de boven en de open noten op de ondertoetsen. En aan de zogenaamde stok zie je met welke hand je die noten het beste kunt spelen. Alle noten aan dezelfde stok en op dezelfde hoogte worden tegelijk gespeeld. Wanneer je bovenstaande toetsen aanslaat, hoor je dit per hand. En als je alle toetsen tegelijk aanslaat, hoor je dit. Zoek bovenstaande toetsen voor de aardigheid nu eens per hand stuk voor stuk op en sla ze dan per hand tegelijk aan. Natuurlijk is dat even zoeken en beginnen we zo direct echt veel eenvoudiger, maar geloof me, aan het eind van de training vind je ze snel. Nou, het is maar voor de aardigheid, dus lukt het niet, geen probleem, maar probeer het eens. We zijn met het voorgaande gekomen tot een uiterst belangrijke conclusie voor dit muziekschrift en wel deze. Elke noot op de notenbalk heeft altijd zijn eigen toets op het klavier. En dat betekent, je kunt je daarin nooit meer vergissen. Voor mensen die moeite met het bekende notenschrift hebben, moet dit als muziek in de oren klinken. Ja, en die klinkt straks nog mooier. Ik ga nu nog snel een paar weetjes met je door en dan gaan we de toetsen echt in. Alle toetsen worden om praktische redenen internationaal met een letter aangegeven. Kijk eens goed naar je klavier. Dan zal je een vast toetsenpatroon herkennen. Onthoud de toetsnamen daarop. En de namen van de zwarte toetsen zijn voor het leren lezen van klaver nu niet nodig. Wanneer wel, dat komt nog. We gaan verder. De vingers zijn internationaal zo genummerd. En in de muziek staat het er vaak ook nog bij, net als in deze training. Er is gekozen voor een zo makkelijk mogelijke vingerzetting, maar die is niet altijd volgens de regels. Die zijn er namelijk ook. Maar zelfs dan mag of moet je er soms van afwijken als het daardoor toch beter gaat en je het vloeiend kunt spelen. Een laatste tip voor je op de toetsen begint. Probeer je vingers gekromd naar beneden te laten hangen, net boven de toetsen. Vermijd dus zoveel mogelijk gestrekte vingers of platte handen. De hoge kromme hand die je dus vaak zal zien is geen voorbeeld, maar om wat anders te demonstreren. Om kramp in je onderarm te voorkomen, moet je ook wennen om de kracht voor het indrukken van de toetsen niet uit je pols of onderarm, maar uit je vingers te laten komen. Neem daar dus even de tijd voor en probeer het verschil eens te voelen. En verdeel dan ook de oefening over de witte en de zwarte toetsen. En voel je te veel de spieren of de spanning in je onderarm, ja, dan doe je het niet goed. Nou, dat was het. Je gaat nu 5 noten na elkaar spelen met de rechterhand en begint op de centrale C. Waar lag die ook weer? Inderdaad, in het midden en links naast de gestippelde lijnen. Nou, eerst maar even kijken en luisteren naar wat jij hierna gaat doen.
Dit voorbeeld wordt opnieuw langzaam afgespeeld, maar je gaat nu wel meedoen. Zet je goede vingers boven de juiste toetsen en probeer mee te spelen in het tempo van de film. Doe dit zodat het voor zo'n 80% goed gaat. Speel ook eens zonder geluid bij de film, als je dat fijner vindt. Nou, daar gaat-ie. Succes! Als dit voor de allereerste keer is, dan is het misschien best nog wel pittig. Daar verandert klaver natuurlijk niets aan. Spelroutine, soepele vingers en coördinatie ontwikkel je alleen door het vaak te doen. Speel je al langer, dan zijn de herhalingen voor jou misschien speeltechnisch niet zo nodig. Maar bedenk dan dat het doen van voor jou misschien technisch overbodige oefeningen wel het leren lezen van klaver bevordert. Nou, we gaan verder. Je doet de vorige oefening nu nogmaals, maar begint op de toets D. Kijk uit, want er zijn per klavier veel toetsen D, afhankelijk van je instrument. Je speelt nu dus niet de D tussen de stippenlijnen, maar de eerste D die er links van ligt. Daarom speel je in dat gebied vooral met de linkerhand. Je speelt nu 5 tonen op en neer. Je begint en eindigt dus met de pink. Maar let op, er komt nu al 1 zwarte toets bij. Eerst maar een voorbeeld. Doe dit nu met je linkerhand en probeer een ritmisch regelmatige aanslag. Tenzij anders aangegeven, speel je de noten nooit los van, maar gebonden, zo heet dat, aan elkaar of na elkaar, maar niet overlappend. Oh ja, het zal misschien lastig zijn, maar probeer je niet op de vingers te kijken, maar op het notenbeeld. Succes! Nogmaals, dit loop je in D, maar nu met de rechterhand. Je begint en eindigt nu met de duim en op de centrale D, dus tussen de stippenlijnen. Je gaat deze oefening nu doen vanaf de E-toets, dat is met weer meer zwarte toetsen. Voor notenkrakers in E groot 4 kruisen. Inderdaad, nu al. Maar je ziet nu wat ik al zei, voor klaver maakt de toonsoort helemaal niets uit. Je hoort de oefening eerst nog een keer voorspelen met de linkerhand en ziet alleen de notatie. Volg de melodie dus op het scherm terwijl je luistert. Probeer het nu te volgen zonder de hulp van de speellijn. Waarschijnlijk vind je die smallere, zwarte toetsen lastig om goed te raken. Maar dat is toch ook weer een zaak van vaak en rustig doen. Voor je deze oefening nu met de linkerhand gaat doen, 2 demo's daarvan. We gaan nu weer verder met een kort fragment van het eindresultaat in de linkerhand. Bestudeer altijd eerst een notenbeeld. Wat staat er? Wat kan ik verwachten? En dan, hoe start ik het beste? Maar doe dat te zijner tijd wel samen met je docent, want deze training vervangt absoluut geen professionele muziekles. Ik wil je hier niet meer of minder laten ontdekken wat klaver voor jou kan betekenen als eenvoudig, maar compleet muziekschrift. Thank you.
Probeer het nu in het langzamere tempo van de film en let op de vingerzetting. Daarna komt een hoger tempo. Doe dit tot het goed gaat, want anders loop je er straks echt op vast en dat zou jammer zijn voor het eindresultaat. Oké, we gaan weer verder en nu op nog meer zwarte toetsen. Je zal horen dat er nu tussen enkele tonen soms een soort pauze is, of dat een toon wat langer klinkt. Zag je toevallig al hoe Klaver dat aangeeft? Heel logisch, want hoe lang een toon klinkt zie je aan de afstandsverschillen tussen de noten. Straks zie je hoe Klaver dat ontzettend precies aangeeft, maar probeer eerst het principe maar eens uit. Je hebt geen vingerzetting nodig, je speelt het met de linkerhand. En dan nu een tegenmelodie voor de rechterhand met hetzelfde principe. Om het niet meteen fout aan te leren, de regel is dat een loopje op de zwarte toetsen liefst zo begonnen wordt dat de duim op de eerste witte toets komt. Volg daarvoor de aanwijzingen op het scherm. Om dit te herhalen is het misschien wel handiger deze en komende oefeningen op papier te hebben. Want niet op elke laptop of tablet speel je snel en precies terug. Toch moet je de oefeningen altijd eerst vanaf het scherm spelen, want dan heb je houvast aan de aanwijzingen en of de speellijn. Download nu eerst de oefeningen van deze site, klaververeniging.nl, let op klavar met twee a's. Ja, je voelt het wel aankomen. Deze loopjes duw met beide handen. Je kunt op twee manieren beginnen. Op de eerste tel met de linkerduim, waarna je niet meer hoeft te wisselen. En met je wijsvinger van de rechterhand op de tweede tel start. Of op de eerste tel met de rechterduim, die dan onder de wijsvinger doorgaat. En op de eerste witte toets, de F, komt. Probeer maar uit wat jou het beste gaat. Let op, in de laatste maat komt er de linkerhand een toon bij. Een demo. Nou, gezien en gehoord, ga nu de uitdaging dan maar aan en probeer wat de beste start voor jou is. Begin de oefening van het scherm en daarna van papier als dat nog nodig is.
Als dit gelukt is, dan nu het volgende. Een heel kort vierstemmig stukje uit het eindresultaat. Slechts 3 akkoorden. Het lijkt misschien simpel, maar onderschat het samenspel technisch niet, want het moet wel vlot en gelijkmatig lopen. Zeker als je nog weinig ervaring hebt op de toetsen, zal je het echt wel meer dan een paar keer moeten doen. Er staat ook een alternatieve vingerzetting bij. Probeer maar eens wat fijner gaat. Even iets heel anders. Je zal misschien merken dat als je te lang oefent, en zeker op één en hetzelfde fragment, dat het gaat frustreren. Stop er dan een poosje mee en ga een tijdje iets heel anders doen. En na een paar uur denk je, wat was nou het probleem? Dus misschien nu een goed moment om eens even te pauzeren. En dan nu het antwoord op de vraag, wanneer begint een toon en tot hoe lang klinkt die? Je hebt dat tot nu toe gedaan met tonen van gelijke duur die alleen of allemaal tegelijk gespeeld werden. En die speel je dan van boven naar beneden, na elkaar. Maar hoe gaat dat dan met tonen van ongelijke duur? Nou, je zal zien dat het principe waarmee Klaver al in 1931 de duur van noten noteert, overigens genomen door, de huidige computermuziekprogramma's. Het komt er heel simpel gezegd hierop neer. Zolang je de noot ziet, speel je de toon. En hoe lang je de noot in Klaver ziet, blijkt nu uit 2 nieuwe tekens. De doorklinkstip en het stopteken. Deze gelden dus voor die ene noot er recht boven. En omdat je dit natuurlijk wel goed moet begrijpen, nu een groot aantal variaties als voorbeeld hiervan. Daardoor lijkt het misschien ingewikkeld, maar ik laat je echt niets meer dan vaak achter elkaar dit principe met 2 nieuwe tekens zien en horen. Zorg ervoor dat je heel geconcentreerd kan kijken en luisteren. Ik speel een D en ik speel een E. En ik speel een zwarte, want meer staat er niet dan een zwarte. Maar nu staat onder die zwarte een doorklinkstip en nu komt de D er dus bij. Nu staat de doorklinkstip onder de D en de zwarte gaat naar de G. Het gaat nu over naar de A en meer dan de A staat er niet, dus ik speel er in een A. Nu speel ik de A nog een keer, maar met de zwarte die erbij staat. Nu gaan de A en de zwarte gaan naar de D en de G. Onder de D staat nu een doorklinkstip. Dus die blijft liggen als er een C en een zwarte gespeeld gaan worden. En samen gaan die naar de B en de G. Onder de B staat een doorklinkstip. En onder de G staat een stopteken. Dus ik laat de G nu los. De D, B blijft klinken. En nu wordt de C en de G aangeslagen. Nu staat er een stopteken onder de C. Dus die laat ik los. En onder de G staat een doorklinkstip. Dus die blijft klinken. En ik ga nu naar de D en de zwarte toets. Onder beide staat een doorklinkstip, dus komt er alleen de C nu bij. Nu staat onder de C en de D een doorklinkstip en gaat de zwarte naar de G. Ik hou ze alle 3 vast vanwege de doorklinkstippen en ik speel de A erbij. Ik laat ze bijna allemaal los op de G na en ik sla het akkoord G, B, D aan. Ik laat nu alles los vanwege de stoptekens en ik ga schuif op naar het andere akkoord. Dat wordt verplaatst naar dit akkoord. Dit komt erbij. En als je dit nu achter elkaar zou spelen, dan hoor je dus dit. Voor de volledigheid en samenvatting. Alle noten die op gelijke hoogte staan, worden tegelijk gespeeld. De zwarte toets wordt voor de duidelijkheid iets hoger getekend, maar daardoor niet eerder gespeeld. Bepalend is de stok. Een noot wordt beëindigd waar de volgende begint. Dat kan dezelfde noot zijn, die dan opnieuw wordt aangeslagen, of 1 of meer andere noten op die maat tel.
Als een noot vroeger moet eindigen dan de volgende noot begint, staat er een stop, rustteken, waar die noot moet eindigen. Als de eerder gespeelde noot langer moet klinken in plaats van eindigen, dan wordt op die plaats een doorklinkstip getekend. De vuistregel: zie je hem niet, dan speel je hem niet. En hiermee ken je nu met de noten vrijwel alle tekens die specifiek voor klaver zijn. De overige voordrachttekens zijn geheel of vrijwel gelijk aan die van het notenschrift en leg je docentje te zijner tijd graag uit. Kijk en luister nu tot slot naar een voorbeeld wat je daarna zelf gaat spelen. Nou, begrijpen zal het probleem wel niet meer zijn, denk ik nu. Maar je vingers moeten nog wel gaan doen wat je ogen zien. Dat oefen je eerst met de melodie in de rechterhand, waar de tonen veel van plaats veranderen, of waar ze juist aan moet houden vanwege de doorklinkstip. Eerst nog een demo. Ga pas verder als je de rechterhand voldoende onder controle hebt, want nu gaat de linkerhand meedoen. Je oefent in 2 tempo's vanaf het scherm en daarna met de downloadversie voor je eigen tempo. Succes weer!
Het begin en einde van een toon mag nu geen problemen geven. En wordt het nu tijd om eens uit te leggen hoe klaver de verschillende ritmes aangeeft. Nou, je kent het bekende walsritme wel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Of dit veel voorkomende ritme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je hoort in feite een aantal tellen. In klaver heet het daarom gewoon een drietels, viertels, een zeven of nou ja, een tigtelsmaat. En klaver geeft al die ritmes uiterst precies aan op de volgende manier. Elke maat wordt herkend aan een dikke doorgetrokken horizontale lijn waarmee die begint en eindigt. Die ruimte ertussen wordt in het gewenste ritme verdeeld met zogenaamde tellijnen. Dat ritme, die tellen dus, staat voor de duidelijkheid ook altijd naast de eerste maat in cijfers en daar waar het ritme tussentijds verandert, want dat kan natuurlijk ook. Kijk maar. Hier zie je drie keer een viertelsmaat, die overgaat in de zestelsmaat en dan weer teruggaat naar de viertelsmaat. En denk eraan, de eerste tel is dus altijd op de maatlijn, ook als er eens geen noot staat, en dat komt ook heel vaak voor. Afhankelijk van de uitgever staat aan de rechter of linkerkant soms een maatnummer. Nou, dat zoekt wat makkelijker. Probeer nu eens het viertelsritme te spelen op alleen de D-toets in deze oefening, die op de eerste tel begint. Er zijn hele en halve tellen, en houd de toets ingedrukt tot je of op de volgende toon komt of het stopteken ziet. Kijk en luister eerst maar eens naar een demo van de viertelsritme. Doe het nu zelf en tel hardop ook de halve tel erbij. 1, 2, 3, 4. Dat geeft je veel steun. Maar het hoeft niet perfect, want dit ritme komt in het eindresultaat niet voor. Belangrijk is nu dat je het principe begrijpt, want daar gaat het hier om. Nu een iets moeilijke ritmeoefening in een drietelsmaat. Let op, je begint op de tweede tel en ergens verder loopt op de eerste tel de toon door. Maar er is nu ook een melodie, dus die moet je ook nog op de goede toetsen oefenen. Nou, uitdagingen genoeg. Tel je ook nu weer hardop, 1, 2, 3. En als je het goed gedaan hebt, klinkt deze ritmeoefening dus zo. Nou, geloof het of niet, maar dit was echt de laatste instructie om het klaver op tijd en op de juiste toetsen en in het juiste ritme te spelen. En dat is de basis van muziek maken. Juiste toetsen, juiste ritme. Nu komt het dus alleen nog aan op routine, inzicht, gevoel en speltechniek voor een mooie uitvoering. Maar dan moet je, net als Bach, Mozart, Liszt en duizenden andere muzikale grootheden, ja, ook met klaver, ontzettend veel oefenen en vooral lessen gaan nemen. Ga nu niet doe het zelf, want je maakt allerlei fouten die je er later haast niet meer uit krijgt. En met lessen is je studietempo ook nog eens veel hoger. Ja, je hoort het goed, hier spreekt een tot zijn grote spijt ervaringsdeskundige. In het begin zei ik, halverwege deze training lees je dit met klaver probleemloos. Lezen, hè? Want spelen kan er heus nog niet. Maar het is echt heel bijzonder dat je al deze toetsen nu al snel foutloos kan vinden. Doe het maar. En heel misschien kan je deze zelfs wel al spelen. Al is die technisch best lastig hoor, maar probeer het eens. En klinkt het dan zo? Nou, heb ik te veel gezegd? Dat stimuleert al, hè? Maar voordat we verder gaan, is het misschien tijd voor...
Dan ga je nu van het eindresultaat de 3 slotmaten oefenen. Je hoort en ziet eerst alleen de linkerhandpartij. Van de 3e naar de 4e tel in maat 18 is een lastige vingerwisseling. Oefen dat stukje een paar maal apart en neem daar gerust de tijd voor. En nu de 3 slotmaten met beide handen. Geen demo, want dit gaat je echt lukken. Er komen nog wel een paar korte fragmenten, maar je gaat nu eerst 2 regels van het eindresultaat spelen. Je hoort op de achtergrond al iets van wat het moet gaan worden. In de 2e regel wordt de 1e herhaald, maar dan komt de linkerhand er wel bij. Die heb je deels geoefend, zoals je meer zal herkennen als je alles gedaan hebt. Nou, daar gaat-ie. Eerst een demo van de 2 regels van het eindresultaat in een langzaam tempo. Nou, je hoort dat alleen de hoogste en laagste toon, dat zijn de sopraan en bas, samen al leuk klinken. Dus dat inspireert wel, denk ik dan maar. Oh ja, stop de film tijdens dit langzame oefentempo niet meteen bij een fout. Speel eerst maar eens gewoon door om ritme en structuur aan te gaan voelen. En na een paar keer zal het foutloos en soepel gaan. Succes! Het komt nu nog een keer, maar sneller, dus ga er pas mee door wanneer je dit in het langzamere tempo echt foutloos kan spelen en anders toch een herhaling. Ga ook nu niet door als dit niet vlot en zonder fouten lukt, want er komen nu 2 stemmen bij. Het zijn de alt- en tenorpartij die tussen de sopraan en bas in liggen. Die geven vooral steun en kleur aan het geheel. Luister en kijk eerst weer eens hoe mooi dat gaat worden. Je begint met een langzaam studietempo, maar je mag de vingerzetting aanpassen als dat beter gaat.
Nou, als dit gelukt is, dan ga je het steeds leuker vinden, denk ik. Je krijgt nu de maten 9 tot en met 12 van het eindresultaat en weer alleen met de linkerhand. Begin met pink en wijsvinger en wissel regelmatig in de linkerhand van 5 naar 4. Maar ook het wisselen op de twee zwarte toetsen is best lastig. Kijk er eens goed naar, het wordt langzaam voorgespeeld. En tot slot zou je de laatste maten wel herkennen, maar maat 12 is nu ietsje anders. De pink houdt de toets vast en je eindigt driestemmig. Eerst maar even een demo. En dan ben je nu toe aan het samenvoegen van dit fragment tot een mooi klinkend resultaat. En dus gewoon doen, net zo vaak tot het vlot gaat. En dat lukt ook wel zonder voorbeeld. Je hoort nu weer een bekend fragment, want dat heb je al ingestudeerd, maar het moduleert nu naar een andere toonsoort, voor kenners van E groot naar Cis groot, dus in 7 kruisen. Oké, je hoort nu de laatste twee maten van dat fragment. Hoor je het verschil met wat je eerder speelde? Het is nog niet af, er moet nog wat komen. Dat is dus die overgang naar die andere toonsoort. Gelukkig geeft dat met klavermuziek geen enkele moeite. Je merkt het niet eens. Probeer maar. Je docent legt je vast wel een keer uit welke toonsoorten er allemaal zijn en wat jij er als amateur minimaal van moet weten, en zeker wanneer je later wil spelen met anderen die van noten lezen. Daarom geeft Klaver ook de toonsoort van een muziekstuk altijd aan en gebruikt dezelfde uitvoeringstekens als in het notenschrift. Kijk maar even. Nou, dit was het laatste fragment oefening voor het eindresultaat. Ik laat je er nu in een langzaam tempo helemaal horen en dat is dus wat jij straks kan spelen in een sneller tempo. Of is het misschien weer beter om even te pauzeren voor je aan die finale begint?
Dit gaat het dus worden en de muziek scrolt weer in een lagere tempo. Wil je straks wat sneller? Download dan de muziek om te printen als je dat nog niet gedaan hebt. Doe ook de notenversie voor iemand die op die manier mee wil lezen. De meeste fragmenten heb je al ingestudeerd en wat nu nog nieuw voor je is, kan je absoluut aan. Nou, dit was het. Dus op naar de finale. Nou, dit was het. De training is hiermee klaar. En als het je gelukt is, een groot compliment. En ook al gaat dat waarschijnlijk nog niet 100%, je speelt nu al wel iets meerstemmig in twee toonsoorten. Met een gemiddeld beginnersniveau zou dit in het notenschrift minstens 2 jaar geduurd hebben. En dat wil je toch ontdekken? Een makkelijk leesbaar muziekschrift dat geen enkele concessie doet aan het origineel? Zoek ook eens op YouTube naar andere klaverspelers en impressies van de klaverregio-dagen en je ziet wat je met klaver kan bereiken. Wat je het beste kan doen is lid worden van de KVN en mee gaan doen aan de workshops en de stimulerende contactdagen. Medespelers ontmoeten, muziek downloaden enzovoorts. En zoek dan meteen op de docentenlijst naar iemand in jouw buurt die geen 2 jaar lesfouten gaat corrigeren, maar jou vooral helpt naar een prachtige muzikale uitvoering. Nou, genoeg gepraat. Wil je nog een reactie geven op deze online training in het commentaarvak onder de film? Bedankt alvast. En dan wens ik je nu heel veel plezier met klaver en wie weet tot ziens als concertgever misschien. Tot dan!